Voetbal International maakt iedere week een selectie van de mooiste pareltjes op voetbalgebied die de wondere wereld van social media te bieden heeft. We trappen deze week af met een dubbele voltreffer. Mesut Özil stuurt niet alleen tegenstanders het bos in, ook deze hond is het slachtoffer. Had deze man maar 1% van Özil's en skills. De meisjes, hè? Deze vrije trappenkoning heeft slechts een klein gaatje nodig om succesvol te zijn. En dit team doet niet aan thee in de rust, maar aan een barbecue. We zijn benieuwd hoe de tweede helft is verlopen. Peter Crouch strijdt met Stoke City tegen degradatie, maar gelukkig wacht zijn vrouw Abby Clancy thuis om voor wat afleiding te zorgen. Ieder voetballertje droomt ervan om een ereronde te lopen in hun favoriete stadion. Voor deze talenten was het alleen een natte droom. Tot volgende week!